De overwinning op blauw-geel, dat de week daarvoor nog periodekampioen werd, levert bij Meersen tevreden gezichten op. Heel gedisciplineerd. We hadden een plan. Nou, dat plan dat werkt eigenlijk als je met 3-1 wint van de koploper. En misschien zelfs had er nog meer in gezeten. Dan denk ik dat je niet ontevreden mag zijn over de uitvoering. Een groot compliment, want in principe speel je vandaag met een hele nieuwe opstelling. Met een aantal, 5 man niet erbij. Maar deze groep heeft zoveel kwaliteit. Het moet wat meer in zichzelf gaan geloven. Eindelijk weer eens een thuispot waar we 3 punten pakken. Dus het is alleen maar mooi dat we hier met 3-0 van de koploper mogen winnen. Bij de trainer van Blauw-Geel heerst er vooal teleurstelling. Ik denk dat we gewoon een terechte nederlaag hebben geleden hier. En ik heb eigenlijk dit Blauw-Geel nog nooit zo in de ondergrens zien komen als vandaag. Jullie werden op alle fronten afgetroefd, vooral in de duels vond ik. Nou goed, dat wisten we. We wisten dat we hier op het veld een ploeg tegen ons kregen die het vooral moet hebben van het fysieke en vooral de strijdlust. Maar wat wij daar tegenover stellen was bizar slecht vandaag. Voor uitblinker Nino Everaars, die lang geblesseerd is geweest, was het spannend of hij zaterdag kon spelen. Nee, afgelopen donderdag al blessure op de training uit moeten stappen. Dus ik denk dat wordt lastig voor zaterdag. En om dan nu 90 minuten mogen voetballen is alleen maar meegenomen. Alleen het zal morgen vroeg zal wel pijnlijk zijn. De Limburgse trainer Maurice Verbunt gaat in principe nog een jaar door bij Blauw-Geel. Maar staat wel open om nog terug naar Limburg te komen. Ja goed, ik ben een Limburger, dus wat dat betreft is dat wel zeker in de toekomst weer een Limburgse club te gaan trainen. Alleen ik wil zelf natuurlijk ook, ik heb ook ambitie. En dan mis je dat wel een beetje in het zuiden. En dan weet je dat je een stukje moet rijden om in ieder geval het niveau aan te tikken wat ik ook wel ambieer. Bij Meersen zijn ze nog niet bezig met volgende week en dat was ook te merken aan de reacties op de vraag tegen wie ze volgende week moeten spelen. Nee, sorry. Dat zou ik echt niet weten. Dat maakt je niks uit. Hey, we zien hem wel, dag voor dag. Dat is een hele goeie. Lisse, geloof ik. Ja, ben ik niet mee bezig. En Nino wist het ook al niet. Nee, Lisse. We gaan naar Lisse. Ja. Dus vandaag die lijn volgende week doortrekken? Nee, ik zie geen reden om het niet te doen. En ik denk dat deze ploeg dat ook kan. Alleen het vertrouwen vaak in eigen kunnen, dat is er niet altijd. Volgende week nemen ze het op tegen FC Lisse. Bij een overwinning springen ze over de ploeg uit Lisse heen en staan ze in de middenmoot.